Het wie vlak voor Tolven doet op de Drokkensneldijk 2 personenauto's en een bestelbus tsjin naar botsen. Met grutte gevolgen. Er is een man is er helaas bij dit ongeval overleden. Daarnaast wie er nog één persoon die ernstig gewond en één persoon lichter gewond. Die 2 mensen binnen het ziekenhuis gebracht. We weten ook dat er in één van de auto's fjouwer bern zitten. Drie fjouwer bern. Hoe de term al, dat weet ik op dit moment net. De helptjesten wie in de goute plak. Van het verswarretjen van de verwoenen had de Aasson tussen Oude Haske en de Jouwer een paar uren afsletten west. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk is voortendadelijk uiteenzet. Verkeersongevallenanalyse is er op dit moment maar dwaande om dat uit te zieken. En daardoor had het dik ik oren langs dicht west. Het verkeer moest omrijden. Om de oorzaak van de kopstutbotsing te achterhelden, roept de politie ook de helping van autobestuurders en vrachtwagenchauffeurs. Waar wij heel erg benijd naar binnen is dat mensen misschien wel camera's in de auto hebben. Wij nemen de dashboardcamera's. En die het mogelijk het ongeval filmen gaan. Dan die beelden worden heel graag gebruikt voor het onderzoek.